kijkers van IMT, vandaag met een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En we gaan eens even kijken als we vandaag deze map kunnen uitspelen. We hoeven in principe niet zo heel veel meer te doen. Alleen al die bezoekers moeten we nog hebben, de 600 stuks. En de inkomsten hebben wij al gehaald. Dus ik ga nu gewoon keihard reclame spammen. Thuisgift voor ouders. Kost even wat geld. Maar dan verdienen we ook weer ruim schoots terug. We hoeven ongeveer nog, zijn we ruim 50 man erbij. Waarom gaan mensen eigenlijk naar huis? Dan eens even weet. Kan ik er niet meer op drukken? Waarom? Ik heb enorme trek. Oké, echt omdat we honger hebben. Even wat meer eetkraampjes plaatsen. Dit gaan we gewoon synchroniseren. Dit gaan we ook synchroniseren. Oh, dat is trouwens al. Eten en drinken. Eten en drinkkraampjes. Je mag dan open. Kijk, volgens mij hebben we het nu getas gehaald. Of ik zo zie. Volgens mij hebben we de missie gehaald. Alleen het aantal bezoekers moet even niet heel snel teruglopen. Kijk eens, er komt de laatste lading aan die ik nodig heb. Is echt wel zijn geld waard. En als het goed is, hebben we het nu ieder moment gehaald. Jee, we hebben het gehaald. Vinkjes gezet. Dan gaan we terug. Episode 19. Nee, 20 is dit zelfs al. Volgens mij. Ik weet niet precies. Oké, daar gaan we. Scenario 12. Nieuw bloed. Gaan we een nieuw spel starten. Weet je zeker dat je wil starten? Ja, natuurlijk. Oké, daar gaan we. Nou, dat is altijd leuk. Het meest interessantste wat je kunt doen. La 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 ta da da pa pa. Oké, hij is klaar in ieder geval. Oké, wat moeten we doen? Aflossen van de lening. Hoeveel is die lening? 5000. Oké, laten we hier vast mee beginnen. Beoordeling park 400. Bezoekers in het park 200. Bezoekers in het park 600. En minimale petparkwaarde 60.000. Oké, laten we eens kijken. Hebben wij al iets van attracties? Nee, we hebben dus helemaal niks nog in het park. Wat is de parkwaarde op het moment? Oh, ruim 20.000. Nou, dat is een pad even iets deze kant op trekken. Dan kan ik hier denk ik even een attractietje plaatsen. Snel beginnen met een paar attracties. Rotoval, die kost altijd best wel wat geld. Maar die heeft ook heel wat geld op. Vind ik. Nu vind ik het hoog zat. Een testritje mag hij maken. Even in- en uitgang plaatsen. Op zich wel handig. Dan gaan we even helemaal rondomheen bouwen. Zo. En dan komt de uitgang vanaf hier erop. Prachtig. Oké. De spin twister. Zetten we daar neer. Dat komt een hele mooie plek. Okay. Drop het daar. En hier neer. En doe hier de wachtrij maken. Zo. Mag dit testen. Gratis attracties. Oh god. 10 euro zo. Gaan we echt gewoon zoveel mogelijk geld hiervan vangen. Oh, nee, niet zo. Dat kost iets te veel geld, Ido. Nou, attractie is in ieder geval, park is in ieder geval geopend. Deze mag dan ook even open nu. 1,50 is duur zat. Open. En open. Komen er nu al mensen aan. Zal vrij snel nodig zijn. Uiteraard niet. Even een hele kleine campagne starten. Of mag dat ook niet? Nee, dus dat mag dus ook niet.
God dang it. Echt. Het was gezeten, zeg, door de game. Mag echt helemaal niets. Oké, nog wat 30 cent duren. Klik, 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 klik. Ik denk niet gewoon niet op dat klik en een nieuw kan aanmaken. Ja, kan ik wel nieuw aanmaken, maar nog heb ik er niet heel veel aan. Oh ja hoor, krijg ik dat ook nog een keer. Regen, onweer. Grandioos. 2, 3, 4. Hop. 2, 3, 4, 5, 6. Prachtig. Nog verlichting plaatsen ook nog. Nou, die past er wel een beetje mooi bij. Anders zie je echt helemaal niks. Jammer weer dit. Echt weer nodig moet zijn. Zo, een paar prullenbakken. Overal nergens. Is schijnbaar ook nodig. Op zich wel handig, want moeten mensen alles op de grond gooien. Het lichtje aansteken. En hier ook. Meer prullenbakken. Nee, juist niet. Geen extra prullenbakken. Maar ik heb ook echt verdomd weinig attracties. Zo'n irritante berg in het midden. Daar heb ik ook echt zo super fijn mee. Hop, even zo een paadje doortrekken. Nee, dat kan ik beter niet zo lang maken. Beetje efficiënt omgaan met mijn ruimte op dit moment. Zo, is vrij efficiënt met de ruimte. Ik mag toch geen toegangprijs vragen. Zo, maak het dan uit. Botsauto's kan je dus goed hier meteen neerzetten. Toch bezig ben. Met shitty attracties. Ook gewoon open. Dat was een monteurtje langzaamaan aannemen. En de tijd even sneller zetten. Monteur. Schoonmaken. En nog een schoonmaken. Locatie toewijzen. Jij krijgt dit. Die andere schoonmaker krijgt ietsjes meer van mij. Ik heb echt helemaal dit toegewezen. Ik weet dat je het kunt. Zo snel mogelijk die 200 bezoekers eigenlijk heb. Daar word ik eigenlijk heel stuk blijer van. Even kijken. Spookachtig reuzenrad. Ja, want hierachter kan ik echt niet veel neerzetten. Dat is het hele probleem. Hé, hey, begin is helemaal voltooid. Oh, niet zo. Waar ben ik? Daar. Mijn hele camera is zelfs kwijt. Goed gemaakt, Atari. Grandioos. Nee, dit zei ik niet. Zo zei ik. Testing en starten. Oké, wat moet ik nu precies doen? Lening aflossen heb ik al gedaan. We worden in het park. 400. Stijgt die? Ja, zo goed als. Informatiekiosk. Dat was niet een hele andere plek. Even gaan verplaatsen. Want parapluën kopen mensen toch wel. Ik kan wel iets duurder maken. En waarom kan iemand hier rennen te gras maaien? Even de raam dicht. Dat scheelt weer een beetje herrie.
Hop, is iets duurder. En openen die zet. Worden mensen weer wat blijer van. En daar gaat het uiteindelijk om. Het is echt wel zijn geld waard. Want ik moet hier nu echt mijn geld uit zien te halen. Want anders ga ik gewoon failliet. En dan kan ik eigenlijk gewoon helemaal niks anders. Is te druk. Geen paraplu nodig. Zo betaal ik niet voor een kaart. Echt wat geld waard. Oké, nog is ook wel iets duurder. Paraplu is echt wat zijn geld waard. Paraplu is echt wel zijn geld waard. Nog wel iets duurder. En hier lag ze net nog een beetje kots, volgens mij. Hé, hey, gefeliciteerd. Ik ook gehaald. De 1 is lui. Oké, okay, dat kan. Zo. Waarschuwing. Ik ga filmen. Oké, okay, dat kan. Ga toch maar hier naartoe. Ga je die toch maar een inspectie geven? Die. Dan ga je die maar inspecteren. Dan ga je die attractie ook maar inspecteren. Dan ga je die inspectie mee, ga je die attractie mee inspecteren. Klaar. Hop. Oké, okay, management. Bezoekers in het park 600. Dat zou te doen moeten zijn. En parkwaarde 60.000. 60.000 had ik nog een hele opgave worden. Nog een tweede informatiekraampje plaatsen. Hier toch geen plaats. Worden die prijzen gesynchroniseerd? Ja. Zo betaal ik niet voor een kaart. Heb ik toch net even iets te duur? Dit levert best wel wat geld op, namelijk. Toiletten, heb ik dat trouwens al? Geen flauw idee, maar ik vraag er gewoon 10 cent voor. Hop. Mensen moeten toch een keer naar de wc, daar betalen ze toch wel voor. Best wel gierig eigenlijk. Maar het hoort er af en toe bij. Nieuwe attractie, disco. Kijk. Nou, mooi hier neer donder. En dan zo. Ik heb test set. Dan heb je meer happiness op. En meer parkwaarde. En ik heb de hik. Grandioos. Misschien een achtbaan. Dat helpt ook goed meer aan de parkwaarde. En ik heb het geld alleen niet voor. Geen spin twist, ja, die heb ik al. Ik wil even meer geld hebben eigenlijk. Maar wou ik nu leen dat dit gefaald is. Nou, ik zou het op zich kunnen testen. Nee, dat niet. Maar 19,9% per jaar. Jezus. Dat is maar nog geen bedrag. Voor het lenen per jaar. Maar wat denken de bezoekers nu eigenlijk? Het park is enorm, is heel netjes, oké. Okay. Ik heb trek. Ja, dan ga je naar een trekvis. Dat kan ik maar regelen. Mensen hebben zo te zien honger. Ploep. Ploep. Dan. Ik ben misselijk. Ja, dat is jouw eigen probleem. Bezoek in het park. Dat stijgt volgens mij wel heel langzaam. Kan ik hier klikken? Nee. Park.
bezoekers. Dus in één keer heel laag. Ziet, het stijgt al heel langzaam. Tijdens regen daalt het even iets. Hou niet van het donker. Een paar prullenbakken erbij. Ik ben ook rennen om elke keer te kotsen. Dit is even schoonmaken. Een opleiding van mij. Wat sneller kan werken. Ook maar even schoon. Bij jou ook hoort. Maak het ook maar even schoon. Je maakt dit ook maar even schoon. Goed zo. Bezoekers hebben dorst. Ja, maar sowieso was ik dus al bezig om te regelen. Op. Die kan ook open. Kijk, je maakt ook wel heel mooi winst. Hoe kan ik eigenlijk gedachten van bezoekers lezen? Oh, bezoekers. Wacht op groep. Ik moet groep. Ga naar spook. Ga naar hamburgers. Ga naar informatie. Oké. Gaat naar hamburgers 2. Echt zijn geld waard. Oké. Ik ga er 1000 bovenop tikken. Oké, of overal 5% bovenop tikken. Echt wel zijn geld waard. Nog een beetje extra. Nog een klein beetje extra. Ja, dat is een beetje op de grens. Oké, alsjeblieft. Ik heb een beetje extra. Ik heb dorst. Maar 200 en 100 gram. Oké. Zo zou je op zich wel kunnen. Maar nog één mensen dat ik alles gewoon op straat. We gewoon 3 meter verderop een prullenbak staan. Personeel. Jij. Kom eens even hier naartoe. Oké. Schoongemaakt hier. Het aantal bezoekers daalt een beetje. Maar dat heeft ook meer te maken met het weer. Ik ben weet wat mensen eigenlijk denken. Ik heb dorst. Mensen zijn nog steeds dorstig. Dus wat we gaan doen, is hier nog een drankkraampje plaatsen. Oké, en ik hoor het. Onderzoek naar attracties. Even gaan aanpassen. Nou, winkels en faciliteiten. Waarom? Winkels leveren namelijk geld op en attracties niet. Nee, je kunt een safari hoed kunnen mensen kopen. Nee, plaats het daar niet daar. Een safari hoed. Echt iets wat je hier zou kunnen kopen. Echt handig is. Kijk, 6 maken. En zo, die is ook open. Echt wat geld waard. Ik vind de mensen te duur. Ja, het zal goed zijn zo. Oké. Maar ik wil alleen meer mensen hebben. Maar hoe trek ik nu heel snel meer mensen? Dat is echt mijn hele punt. In ieder geval niet zo.
dat zie ik al wel. Je bent niet echt lekker snel, hè, schoonmaak. Schoonmaak 1. Zet ik hierachter gewoon net op prullenbak. En dat doen ze niet. Ja, volle prullenbak, wat heb je eraan? Ja, eigenlijk niet zo heel veel. Even zo, opleidingje geven. Oké, lekker zo, wat een handig winkeltje. Die kost 400. Jezus, wat duur. Afzetter. Geen typje. Ja, laat ik hier gewoon hetzelfde doen als een informatiebalie. Laat ik dat maar niet doen. Ik hoor precies hoe dat gaat. Nou, waarom is het hier zo'n zwijnenstal? Dat vraag ik me tussen een keer af. Of zo bij jou. Kijk, meteen ligt hier weer om een rotzooi. Why? Dan maar even zo. Hoppa. Mag ik ook hier bij deze aflevering afsluiten? Dus ik ga de volgende aflevering proberen die 600 mensen te halen. 60.000 euro parkwaarde. En dan zie ik jullie de volgende aflevering terug. Tjus.